De captains komen één voor één bij mij staan en die gaan voor hun eigen team namen van bekende Nederlanders omschrijven. Oh. Veel is wel geoorloofd, behalve de naam zelf of een deel van die naam noemen. Jeroen mag beginnen. Yes. Passen mag in deze ronde helaas niet. Nee. Dus dan blijf je hangen op een naam. Dus gewoon veel blijven zeggen. Hij komt er uiteindelijk altijd uit. Komt er uiteindelijk altijd uit. We snokken gewoon een paar punten bij elkaar. Dat komt helemaal goed. Snok ze. En de tijd loopt nu. Kom maar dichterbij, hoor. Oh. Dit is journalist, schrijver, voornaam. Is een naam inderdaad. Achternaam. Eerste gedeelte van zijn achternaam is iemand die de hele dag in bed ligt, niks doet. Lui. Precies. En dan meer fouten van. Joris Luijendijk. Ja! Achternaam is bekende voetballer. Dennis! Wening. Oh, dat gevoel. Ja, ik mag het gewoon zeggen. Sorry. Dennis, Dennis Bergkamp. En dan de voornaam is een vrouw. Maar ik weet niet meer wat... Vera Berg. Ja, heel goed. Nou, jeetje. Blij met jou. Je hebt rapper. Mm-hmm. George. Nee, die andere, met die lange haren. Donnie. Ja, dat is de voornaam. Achternaam is niet een riviertje, maar een... Donnie. Oh ja, Donnie Verbeek. Bijna, Donnie. Donnie Vermeer. Hoe? Donnie. Verbeekbergen. Nee. Oh. Ja, Beek was goed. Verbeken. Nee, Beker. Beek was goed. Dus alleen wat er, Beekberg. Wat er tussenin komt. Beek. Van der Beek. Bijna, zonder die R. Donnie van der Beek. Ja. Een voetballer. Ja. Presentator. Wat we nou toch zien hier. Hele bos zat in de fik. Freek Vonk. Ja. presentatrice. Vroeger bij BNN. Ik weet niet of het nog steeds bij BNN is. Heeft ook naakt geposeerd. Katje Schuurman. Achternaam is waar je in plaats... Nicolette Kluivert. Achternaam in plaats van een caravan heb je ook een auto waar je in kan slapen. Dat noem je een... Wagen. Een auto waar je... Camper. Geronie de Camper. Ja. Goed gedaan. Natuurkundige. RTL Boulevard heeft hij ook gezeten. Diederik Jekel. Ja. Oh, nou. Ja. Hallo. Actrice. Voornaam is een meidenblad vroeger. Tina. Linda. En de Tina Bruin. Eigenlijk jouw voornaam, maar dan het eerste gedeelte ongeveer. Anna. Precies. Anna Drijver. Nee, en de achternaam. Het begin van de achternaam is een mannelijke voornaam. Een van bijvoorbeeld... Anna Paulowna was Anna Paulowna. Anna Paulowna. Een stukje geschiedenis had hier. Goed hoor. Ja. Lekker bezig. Nee, zij was de vrouw van koning Willem II. Maar ja, dat wou ik zeggen, maar ik dacht ja. Moet je net weten, ja. Dat klinkt dan zo arrogant van ik weet dat. Ik denk, weet je, ik ga het gewoon bij de naam houden. 7 punten gescoord. Zo. En Richard, die heeft er zin in. Ik sta er al. Hij is er al. Ik kan niet wachten. Nou, het is een leuk spel. Fred, Cloud, alles zeggen wat je denkt. Nu nog niet. Mogen helaas niet voorzeggen. En de tijd gaat. Oké, Ries, kom op. Nu in. Oké. Doet het programma een soort, rechtzetten van dingen? Nee, achternaam is het vetste stukje vlees. Spek. Ja. Vlees van de spek. Ja. Goed zo. Goed. Ja. Respect. Och, ik word heel getrouwd met Whalen. Samen met Whalen. Oh, Bibi Breiman. Ja, Bibi Breiman. Lekker klauw. Ken ik. De achternaam is mijn achternaam zonder dijk. Groen. Groenen. Ja. Ja. En de voornaam is... Groenen. Je hebt, hoe heet hij ook weer? Chen. Jackie Chen. Jackie Groenen. Ja, ja, Jacques Nooit Groenen, gehoord. Maar je zegt ook Jackie. Oké, hele knappe acteur. Ja. Brad Pitt. De achternaam is dezelfde naam als degene die jarenlang de Soundmix Show heeft gepresenteerd. Huisman. Ja, voornaam van die acteur. Huisman. Michiel Huisman. Ja. Oké, Nederlandse zanger en allebei zijn namen zijn landen. Nee, Frans-Duits. Ja. Goh, wat gaan jullie goed. Ja. Oké, zat in Gooiste Vrouwen, Sora. Ja. Ja. Sorry. Zijn ze die ene? Zat in Gooiste Vrouwen met Wil. Ja, maar welke van de 3, 4, 5? Wilma. Met Wilma hier, nee. Vertel. Ja. Oké, je had Tjitske Reidinga, En je had nog... Annette Malherbe. Annette Malherbe had en... we. En die andere? Ja. Ja, Suzanne... ook niet. De achternaam is wat je met een hengel uit het water haalt... Oh ja, Vissersdijk. Lies Vissersdijk. Ja. Okay. Ja. Nou? Lies Vissersdijk. Loes. Nee, ja. Nee. Ja. Vissersdijk. Het is goed. Vissers. Nou, ik ken haar toch. Vissersdijk. Ja. Dat is hetzelfde. Nou ja, niet Vissersdijk. Opoe is boven. Oké, straat waar bij ons, waar wij vaak... Leibaan. Hou je mond. In Rotterdam. Kolsingel. In Rotterdam. In Rotterdam. Waar wij bij Nostra wel eens eten. De kraat. Precies. En de voornaam is Van Cruijff. Van Johan van Onder Barneveld. Ja! Ja. Hey.
Oké, kunstenaar, ja. De fotograaf. Anton Corbijn, nou goed was je. Goed, jullie hebben ook 7 punten gescoord. Ja, doe maar, dankjewel. Dat was goed, Fred. Nou, jongens. Dat was heel echt, echt heel goed gescoord. Ook 7 punten voor het team.